Welkom bij de presentatie over serviceradar.io. Ik ben Martijn Ermers, we hebben hier naast mij Koen Hillen. Wellicht kennen jullie ons al, maar voor de mensen thuis. Ik ben nu ongeveer een jaar werkzaam bij het PDC. En in de beginperiode heeft Koen als flexer ook diensten verleend voor het PDC. En in die tijd hebben wij serviceradar.io gebouwd. Dat is nou de koppeling stuk. Ja, dat zou best kunnen. Kan dat ding ook aan en uit? Heeft nog maar anderhalf uur wel gewerkt. Oh, dit is het probleem. Probeer het nou nog eens. Yes, daar zijn we weer. Nou, voordat we beginnen over serviceradar, eerst van wat hebben we nu eigenlijk al binnen het PDC? We hebben binnen het PDC maken we gebruik van SCOM. SCOM is een dienst die we inzetten om onze hardware te monitoren eigenlijk. Van, zijn onze servers nog up and running? Hebben ze nog disk space? Hebben ze niet hoge load? Dat soort zaken. En wat we verder hebben is Hasmon. Hasmon is ook een monitoringsdienst om de diensten die we leveren vanuit het PDC, om daarvan bij te houden van of ze nog up and running zijn, zodat wij eerder dan onze klanten weten of down is en dat we aan onze klanten kunnen laten zien van of diensten up and running zijn of niet. Want dan weten zij weer of dat ze interne problemen hebben of dat bij ons ligt. Nou, waarom hebben wij nu gekozen om serviceradar te bouwen? We hadden daarvoor een aantal criteria. We wilden kunnen meten vanaf het internet. Dus vanaf onze klantomgeving wilden wij in de... wij wilden vanuit de klantomgeving wilden wij kunnen zien of onze dienst up and running was. Want we hebben binnen InfoSport ook een aantal firewalls en dergelijke. En we willen kunnen zien dat ook door de firewalls heen onze dienstverlening gewoon beschikbaar is. Daarnaast willen wij dat we het op een dusdanige manier meten, dat zoals onze klanten het ook ervaren. Dus we willen niet alleen dat onze dienst beschikbaar is, maar ook dat de inhoud van zo'n dienst, dat de basisfunctionaliteiten dat we aantonen dat er nog werkt. En dat er bovendien binnen een bepaalde responstijd gereageerd wordt. Daarnaast willen wij inzicht bieden aan de klant van wat wij nu geleverd hebben. Van hebben wij de performance geleverd die we met ze hebben afgesproken. Wat we verder nog hebben is de operationele kosten. Die willen wij omlaag brengen. Want we hadden een status page in de Hasmon oplossing zitten. En status page die was wel betaalbaar zolang je één klantomgeving hebt. Maar zodra je multi-tenancy krijgt, dus je hebt meerdere klanten die elkaars gegevens niet mogen zien, dan beginnen de kosten heel snel op te lopen. En vandaar dat wij die oplossing eigenlijk niet continueren. Als laatste punt was het opdoen van kennis ook heel waardevol voor het PDC. We hebben daarbij gezien dat wij met Docker aan de slag konden gaan. We hebben geleerd hoe we met microservices om kunnen gaan. We hebben geleerd van hoe je met Azure, waar je er allemaal voor mooie dingen mee kunt doen. En dat is ook een heel waardevolle les geweest. Dan geef ik nu de stick aan Koen. Ja. Dus ja, wat is serviceradar.io dan? Daar gaan we nou eens even naar kijken. Nou, zoals je ziet hebben we hier de diensten die er allemaal door onze Endeavor serverstraat worden geleverd. En daar maken onze klanten allemaal gebruik van. Nou, wat is serviceradar? Die gaat dus op die verschillende diensten kijken. Van, loopt het goed? Kan ik inloggen? Allerlei informatie daarvan, die kan die testen en dan wordt vervolgens teruggekoppeld aan onze verschillende klanten en natuurlijk aan het PDC zelf of die diensten goed lopen. Nou, hier zien we eigenlijk het allereerste architectuurplaatje
waar we eigenlijk vanuit zijn gegaan bij de bouw van Service Radar. Het draait dus met Windows Azure op een Azure Service Bus. Er worden berichten geplaatst door verschillende agents die verschillende diensten van Endeavor testen. En dat wordt vervolgens naar een archiver die het in een monitoromgeving als Grafana weergeeft. Of bijvoorbeeld de informatie naar Slack stuurt. Nou, dat is een berichtenservice. Of die notificatieservice gaan we overigens niet in, maar wel over het groene gedeelte van dit plaatje. Dus dat is het overzicht. De notification service die hebben wij in .NET gebouwd. Dat is een Azure Worker Role. Die heeft als pure doelstelling berichten uit de servicebus binnentrekken en die vervolgens publiceren naar Slack. Ja. Maar verder, wij zijn Javanen van aard, dus we gaan vooral in op de stukken die wij goed kennen. Ja. Wij publiceren, of de vraag is of wij alle berichten naar Slack publiceren. Wij publiceren naar Slack alle berichten. En wij zijn nu de enige afnemer van Slack. Dus we hebben daarbij niet het probleem van dat we voor verschillende klanten, dat het allemaal op één hoop komt. Dat probleem hebben we niet. Ja, en zo gaan dus ook alle berichten naar de archiver toe, als het ware. Ik kan me voorstellen, maar weet nog niet, dat er misschien verschillende niveaus zijn in berichten. Dus information, warning, error en dergelijke. Dat je misschien alleen de errors van Slack zou willen publiceren. De vraag is van of je geen filtering wil toepassen voor de verschillende niveaus van meldingen. Van belangrijke meldingen of wat minder belangrijke meldingen. Op dit moment hebben we de dienstverlening zo ingericht dat we eigenlijk alleen onderscheid maken tussen de dienst is down en de dienst is up. En wij sturen geen berichten van hoe hij reageert iets traag. Dat zien we wel in onze dashboarding, maar dat wordt niet gepubliceerd als zijnde, hey, we moeten hier iets mee. Dat is niet een speciaal bericht? Nee. Oké. Je gaf het aan dat je de enige afnemer van Slack bent. Wat bedoel je daarmee? Dat wij... De vraag is wat we doen met, of wat ik bedoel met dat we de enige afnemer van Slack zijn. We hebben nu Slack ingericht zodat wij zelf direct op de hoogte gesteld worden van als er services down gaan en wanneer ze weer opkomen. Dat kunnen we ook aan onze klanten aanbieden, maar dat is een module die hebben we nog niet gebouwd. Dus we hebben nog niet gebouwd dat die daadwerkelijk filtert en linksaf en rechtsaf naar verschillende Slack-kanalen kan publiceren. Dus verder geen grote technische uitdaging, maar het is gewoon nog niet gerealiseerd. Oké. Ja. Stukje over de Azure Cloud. We draaien eigenlijk heel Service Radar in Azure Cloud. Te beginnen met de Service Bus. Die heet niet voor niets de Azure Service Bus. Dat is een dienst die we direct bij Azure af. Wat we daarnaast hebben is eigenlijk een aantal virtuele machines die wij afnemen op Azure. Daar draaien wij Ubuntu op. Op die Ubuntu machines draaien wij een Dockerhost. Die Dockerhost regelen we middels Endeavor scripting in, zodat wij eenvoudig een Docker machine krijgen waarbij je gemakkelijk certificaten krijgt op de machine, waardoor je security geregeld is voor het deployen van nieuwe containers. Dat bleek in praktijk best wel gedoe te zijn om voor iedere machine in te rollen, vandaar dat we daar scripting voor geschreven hebben. En in die Docker machine draaien wij de verschillende Docker containers. En dat is eigenlijk, dat varieert van agents tot verschillende andere componenten die in de plaat getoond zijn. Gaan we door naar de agents? Ja, onze Java agents dan met name. Goed, onze Java agents, dat zijn eigenlijk de stukjes software die de test uitvoeren op de verschillende onderdelen van Endeavor. Die doen dus het inloggen op de applicatie, een aantal bewerkingen op de applicatie en vervolgens de applicatie weer afsluiten. En dan de tijd meten, hoe lang dat duurt. En of de service dus up of down is. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van Selenium en een Java-applicatie. Daar hebben we als eerste een
base agent gebouwd, die vervolgens in een Docker container is gestopt. Dus, en van die base agent, als ik op de knop druk, dan hebben we daar verschillende agents op gebaseerd, als het ware. En daar hebben we bijvoorbeeld, we hebben er meer, maar in dit geval heb ik er even 3 aangegeven. Een Jira agent, een Sona agent en een Nexus agent. Dus Jira, Sona Cube en Nexus. Daar zijn dus ook 3 verschillende Docker containers van. En die worden vervolgens door onze grote vriend Docker Compose aan de hand van de settings van de desbetreffende omgevingen op onze Docker host gezet. Dus ja, je ziet hier bijvoorbeeld het onderdeel REA. Daar hebben we settings van, welke server die bijvoorbeeld moet bezoeken, hoe die daar moet inloggen. Of tenminste, de gegevens van het inloggen. En in principe is dus de Jira agent hetzelfde als de Jira agent van ING. Het is alleen dat hij moet verbinden met een andere server. En voor de rest doet hij exact dezelfde actie. Dus door Docker Compose, die heeft de specifieke settings. En die zet dat klaar op de Docker host, die in Azure draait. Dat is het plaatje. Ja, wat wij hebben gedaan is, we hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Docker biedt. Docker is een enorm gelaagd systeem, waarbij je eigenlijk altijd voortborduurt op een ander image. Dat hebben wij doorgetrokken naar ons systeem, zodat wij alle zaken die gemeenschappelijk zijn in agents, dat we die centraal kunnen beleggen. Dus we willen op het operating system, wat we in de container draaien, dan willen we bijvoorbeeld een webdriver op beschikbaar hebben. We maken gebruik van PhantomJS. Wil je alvast installeren in zo'n image? En dan heb je daarna dat je vanuit de specifieke agents niet iedere keer weer al diezelfde configuratie moet doen. Dus dat is eigenlijk. Hebt een basis waar je dus op voor gaat borduren. Ja, eigenlijk dezelfde voordelen die je uit een centrale generieke Java-component hebt, kun je ook weer in Docker toepassen. En dat hebben we beide gedaan. Daar hebben we in die vorige plaat hebben we dat gezet, als je terug gaat. Van, we hebben eigenlijk op 2 niveaus hebben we eigenlijk aan codesharing weten te doen. Enerzijds is het van een sharing van Java-code. Dat kennen wij als Javana allemaal. Van, je hebt gewoon 1 library die je op verschillende plekken toepast. Waar we daar bijvoorbeeld in hebben zitten is het verbinden met de Azure Service Bus. Want dat doet iedereen op dezelfde manier. Dus dat soort dingen hebben we ervoor gekozen om dat centraal te beleggen. En dat maakt ook meteen dat je een interessantere deployment pipeline krijgt. Want je krijgt dat het allemaal op elkaar voortborduurt. Dat is een layer in je Docker container. Ja, die draait, dus draait in principe gewoon niet. Maar het is een basiscontainer waar je weer mee verder gaat. Ja. Maar naarmate je langer met Docker bezig gaat, dan besef je ook van hoe dat in elkaar steekt. Want Docker is echt een lager systeem. Dus je hebt bijvoorbeeld eerst een laag waar Ubuntu op staat. Dan heb je een laag waarin staat van, oh ja, voeg ook maar Java toe. Dan komt er weer een andere laag bij van, oh, PhantomJS is ook wel leuk om te hebben. En op die manier kun je eigenlijk ook containers maken die op zichzelf geen waarde toevoegen. Want een abstracte base agent, ja, die gaan we nergens deployen. Maar je kunt er vervolgens weer als bron gebruiken voor de specifieke agents. Ja. Oké. Nou, dan gaan we hier even gauw langs. Is dat je gehad? Ja. Dankjewel. Dan gaan we even verder met de Archiver. Archiver komt in de plaat tussen de Azure Service Bus en het stuk van Grafana Influx in. Dus we begonnen met een situatie van dat wij berichten sturen naar een servicebus vanuit agents. En wij moeten die berichten nog vanaf die servicebus in InfluxDB krijgen. InfluxDB gaan we dadelijk nog verder op in. En de archiver die gaat dat voor ons regelen. Nou, daar hebben we ook wat specifieke uitdagingen bij. Want een servicebus, dan moet je op een bepaalde manier je berichten opzetten. Als je standaard een .NET applicatie begint en je stuurt berichten naar die bus en je leest er ergens anders met een standaard .NET applicatie uit, spreekt die een andere taal dan wij vanuit onze Java implementaties begrijpen.
Dus hebben we wat onderzoek naar gedaan van wat is nou een fijne manier om toch met elkaar te kunnen praten. En daar hebben we het AMQP-protocol voor gebruikt. Dus een lekker eenvoudig protocol, wat we in beide talen eigenlijk goed konden ontleden. Aan de andere kant hebben we daar bij JMS gebruikt, omdat we zoveel mogelijk de standaard willen blijven gebruiken die vanuit Java beschikbaar is. Aan de andere kant... In .NET zouden we... wat nou als we het zouden in .NET zouden doen? Dan zouden we... dat gebeurt nu eigenlijk ook, want we hebben de notification service, waar wij verder geen slides aan gewijd hebben. Wat je daarin doet, is je laat een .NET library in en die is van Azure zelf. En daarmee kun je gewoon die berichten uitlezen. En dan moet je nog wel een vlaggetje aangeven van dat je ook AMQP wilt gebruiken. Als je dat doet... Nou, dat is eigenlijk ook een beetje de tijdsgeest, hè? De toegevoegde van Java in dit geval. Op het moment dat we dat deden, had je alleen nog Docker-containers met Java. En tegenwoordig hebben we ook .NET Core. Maar dat verhaal dat komt zo meteen nog. Ja. Op het moment dat we ermee bezig waren, hadden we Java wat je makkelijk in Linux kunt draaien. En met .NET viel dat toen niet mee. Ik begrijp dat er een standaard JMS-provider voor Azure Service Bus is. Nee, dat is meer een standaard implementatie van Apache die we gebruiken. Maar hoe werkt JMS dan met Azure Service Bus? Je zet een connectie op. En vanuit Azure Service Bus is het protocol wel dusdanig gestandaardiseerd dat je vanuit je JMS-spec eigenlijk erop aan kunt sluiten. Dus we hebben via een Apache library hebben wij een JMS-implementatie gekregen die kan verbinden met Azure Service Bus. Als Azure Service Bus netjes in AMQP praat. Ja. Die Apache library, dat is dus je JMS-provider. Ja, klopt. We hebben eerst ook de officiële Azure library geprobeerd die voor Java beschikbaar was. Ja. Vanuit .NET worden er steeds meer libraries ook in Java geleverd, want ze willen de hele markt bedienen. Daarvan merkten we dat we niet op het volwassenheidsniveau konden programmeren als dat we gewend waren. Want het mooie bij JMS is, je zet een connectie op en je voegt listeners toe. En op die manier heb je mooi je architectuur ingericht. Maar als je gebruik maakt van de library van Azure, dan was het in ieder geval op dat moment was het zo... Dat je moest het gewoon expliciet gaan vragen. Ja, van, je moest iedere keer vragen van, goh, is er nog een bericht? En als er een bericht was, dan handel je dat bericht af. En dan moest je weer vragen van, heb je een bericht? Dat vonden wij minder elegant. Dus vandaar dat wij voor de JMS-oplossing zijn gegaan. Wat waren de vragen voor deze slide? Oké. Okay. Influx de B-Writer was een eenvoudig verhaal. Want we hebben gewoon een library beschikbaar vanuit InfluxDB, waarmee je een connectie op kunt zetten vanuit je Java-applicatie naar Influx. Het enige wat je dan nog moet doen is het bericht omzetten in JSON-formaat. En dat is met wat eenvoudige libraries te realiseren. Goed. Dan gaan we over naar de exotische technologie. Grafana en InfluxDB. Dus we hebben... het nu zover gebracht dat we de data in Influx hebben. Ja, en dan komen we nu op Grafana en InfluxDB. Nou, even om alvast te vertellen. Grafana en InfluxDB die zijn goed bevriend, want die kunnen we allebei in een Docker-container zetten. En we kunnen ze daarbij ook intern linken. Dus dat betekent dat voor security reasons natuurlijk heel mooi is. We hoeven de poorten niet te exposen naar buiten, maar we hebben een interne link die alleen beide applicaties kunnen zien en niet de rest van de omgeving. Ja, nou dan krijgen we hier een mooi plaatje van zo'n scherm in Grafana. En, dan zie je eigenlijk het overzicht
van REA. Al onze services die we daar van Endeavor hebben draaien. Dus hierboven zien we de tegels met of de service op dit moment up of down is. En hieronder zien we een grafiek met de response time. Dus hoe snel is het gelukt om de inlogactie en de rest van de acties die we hebben gedefinieerd te doen. En je ziet hier dat het een timeframe van een uur is. Dus je ziet hier van het laatste uur zie je eigenlijk de waarden in de grafiek staan. En nou is dat een handig bruggetje naar waarom hebben we nou voor InfluxDB gekozen. Want InfluxDB dat is een time series database. Dat betekent dus dat je... Ja, de volgende slide. Dat je dus op de tijd die je hebt de query kan loslaten. Zo'n voorbeeld van zo'n query die ziet er als volgt uit. Dus dit gaat over de onderste grafiek die we nu zien. En ik haal dat dus uit de tabel uptime. En ik selecteer de environment die ik in dit geval wil hebben. En mijn environment is in dit geval REA. En ik wil de tijd die het geduurd heeft en dan de last. Nou, je ziet hier eigenlijk al helemaal niet staan dat ik dat laatste uur selecteer. Dat doet Grafana allemaal automatisch voor je. In dat laatste frame waar ik naar kijk, haalt hij dus automatisch alle punten op in de juiste tijdseenheid. En daar is dus InfluxDB heel erg voor geschikt, omdat dat op tijd gebaseerd is. Dus daarom is dat... Nou, je primary key is eigenlijk de tijd dat de meting heeft plaatsgevonden. Dus dat is, ja. Dus je kunt in zo'n time series database kun je heel efficiënt op basis van tijd zoeken. En dat is eigenlijk puur wat we doen. Want als je je erbij voorstelt dat zo'n dienst die blijft draaien. Dus we hebben in de loop van de jaren blijven we maar data in de influx stoppen. Maar als we in Grafana kijken, willen we doorgaans het laatste uur zien. Of misschien een keer de laatste maand. Maar... Dat is, op een gegeven moment is dat een heel klein onderdeel van je database. En dan is het echt super belangrijk dat je heel snel kunt zoeken op basis van tijd. Ja. Dat is echt zo'n database en het stukje bij je geïnteresseerd. Wat verder hier aan interessant is je hebt hier een query. En basis snapt iedereen van hoe een SQL statement opgebouwd is. We zien hier een from statement, een select, group by. Dat is allemaal heel herkenbaar. Maar je merkt op het moment dat er mee aan de slag gaat, dat het wel allemaal een Grafana sausje heeft. Dat er allemaal dingen genoemd worden die, als je vanuit een SQL-wereld komt, wat lastiger te plaatsen zijn. Bijvoorbeeld als je daar zo'n tag ziet staan of je ziet er een last staan. Dan heb je toch zoiets van, oh ja, ik dacht dat ik het begreep. Maar dan toch, als je er weer naar gaat kijken, dan is het toch, toch een hobbel die je moet nemen. Ja. Ja, je kunt ook in plaats van last bijvoorbeeld een gemiddelde kiezen of... Ja. Dat zijn allerlei mogelijkheden. Wat wel het leuke is dat eigenlijk de query die je hier hebt, die kun je eventueel nog weer omzetten naar een textuele query. En dan kun je zien wat de werkelijke query is. En als je dan dus wilt weten hoe je die query opbouwt, kan je ook via de interface van Influx die query laten ophalen. En dan krijg je zo een tabel met de data die je in werkelijkheid ophaalt. Dus ja, voor... Als je wilt testen, kun je echt dat eenvoudig doen. Als daar. Martijn. Ja, dank je. Continuous deployment. We hebben eigenlijk gezien dat het... we hebben eigenlijk alle componenten nu wel gehad die in Service Radar zitten. Maar nog niet van hoe komen die dan tot stand en hoe gaan die door onze build- en deploymentstraat heen. Nou, we hebben eigenlijk het standaard patroontje van we bouwen de software, we accepteren de software en als we de software volwassen genoeg vinden om naar productie te brengen, dan releasen we. Dan uit zo'n beeldstraat hebben we eigenlijk het standaard Java compilatieproces zoals we eigenlijk al tijden kennen. Vervolgens draaien we met JUnit onze unit testen eroverheen. Dat mag ook tegenwoordig standaard heten. Jar is wel interessant, want we willen eigenlijk een standalone applicatie opleveren. Die applicatie die moet dus vanaf de command line moet die eigenlijk te starten zijn. Want we willen in de volgende stap willen wij er een Docker image van maken. Want we willen de dienst willen wij als Docker container in de lucht brengen. En daarvoor moeten wij een proces hebben wat in die Docker container kan draaien.
Voor het maken van het image maken wij gebruik van Spotify. Voor degene die wel eens wat met Docker gedaan hebben, die komt dat niet als een niet uit de lucht vallen. Maar voor de rest van de wereld is het toch wel heel bijzonder. Want Spotify zijn wij vooral mee bekend als zijnde agile leverancier. En vooral van de muziek waar we naar luisteren. Maar zij bieden ook in de open source wereld tools aan. En de tool die wij gebruiken is de Spotify Maven plugin. Zodat wij echt uit onze Maven-beeld een Docker-image krijgen. Vervolgens in onze acceptatiestap hebben we eigenlijk een aantal stapjes om tot het deployen te komen. Het eerste wat wij in onze builds doen nadat de unit-testen geslaagd zijn, is we roepen een job aan die middels een bash-script de Docker-compose-file aanpast. En de Docker Compose file staat exact beschreven hoe de dienst gedeployed moet worden. Het gaat in dit geval om de Compose file voor onze acceptatieomgeving. Die Compose file wordt ingecheckt in een Git repository. Zodat we in de Git repository ten alle tijde hebben staan van welke software er op dat moment getest wordt. In de deploy stap wordt die repository uitgelezen. Wordt de Compose file uitgevoerd met Docker Compose. En wat alle software wordt opgetuigd. De laatste stap is eigenlijk het testen middels Cucumber van de software. Cucumber kennen we ook al een tijdje. Dat is vooral heel handig als je vanuit een functionele wereld je acceptatiecriteria hebt opgesteld. Dan kun je mooi stap voor stap kun je aangeven van wat de voorwaarden zijn om een test te draaien. En wanneer je vindt dat de test tot een goed eind is gekomen. Daar hebben we inmiddels ook goede ervaringen mee opgedaan. Dan hebben we nog de release-stap. Zien we eigenlijk een overeenkomstig beeld met de acceptatieomgeving. We hebben namelijk voor de productieomgeving hebben we weer een andere Git repository, waar ook weer de specifieke eigenschappen in staan. In het geval van Service Radar hebben we eigenlijk één productieomgeving. Dus we hebben één Git repository waar de gegevens in staan. Want de agents en alle andere Docker containers die we hebben staan allemaal op dezelfde fysieke Azure machine. Maar voor andere diensten die wij binnen het PDC realiseren, willen we nog wel eens voor verschillende clouds, bijvoorbeeld voor NS, voor ING, willen we verschillende deployments doen. En dit is precies zoals we dat doen. Zoals we het bij de acceptatieomgeving ook gedaan hebben. Ja. De lessen. Ja, we hebben natuurlijk wel wat geleerd ook gaandeweg. Ja, dan heb je allemaal van die mooie agents gemaakt met Selenium in Docker. En dan loopt dat een aantal dagen zeer stabiel. En dan denk je ineens van, hey, mijn machine wordt wel heel erg traag. En het loopt eigenlijk ook wel vast. En wat zijn dat dan? Zombie processes. Nog nooit van gehoord. Nou, wat is een zombie proces? Dat zijn we toen gaan uitzoeken. Een zombieproces, dat is een proces dat eigenlijk al gekild is, maar waar nog steeds een afhankelijkheid mee is. Dus het proces is overleden, maar hij bestaat nog steeds. En zijn resources bestaan ook nog steeds. En dan denk je van, nou, Docker, ik ga proberen het proces te killen. Of ik hef mijn Docker-container op. Dat gaat het oplossen. Maar het probleem van zombieprocessen is dat hij al dood is. Dus ja, je kunt hem niet meer killen. Dat is een groot probleem. En we hebben hier eigenlijk best wel een tijd aan besteed. Daar hebben we een bepaalde tijd voor gegeven om dat te gaan oplossen. Want ja, we hadden mooie agents gemaakt. En ze draaiden in principe goed. Behalve als ze voor een paar dagen achter elkaar liepen. Dan begon dit toch op te lopen. Ja. We hebben uiteindelijk het besluit genomen om er geen moeite meer in te steken. En toen kwamen we eigenlijk op het feit dat architectuur goed helpt. Want we konden dus, doordat we het op deze manier hadden opgezet,
onze agents die we hadden gemaakt laten vervallen. En het testgedeelte van Hesmon 1 eigenlijk inprikken op onze servicebus. En dat hebben we dus ook gedaan. Dus nou doen eigenlijk onze agents niet het testgedeelte, maar gebeurt dat dus door de Hesmon 1 variant. De vorige generatie van de monitoring tooling was dat. Ja. Het staat los van de zombies. We hebben verschillende lessen die we geleerd hebben. En de zombies hebben wel enigszins een relatie mee. De reden dat we die agents uitgefaseerd hebben, dat is omdat de agents middels Selenium de testen uitvoerden of dat onze diensten up zijn. En als dat een aantal dagen draaide, dan liepen er steeds procesjes vast in die agents. En die procesjes die vastliepen, die lieten de zombieprocessen achter. En op een gegeven moment werd dat die machine te veel en dan liep die helemaal spaak. En de enige manier om er vanaf te komen was de machine rebooten. Ja. Maar dat leek ons niet echt een fantastische... We hebben wel meerdere dingen geprobeerd. We hebben ook geprobeerd zoals vele memory bijplaatsen. Meer CPU, maar dat was niet het probleem. Ze werden veroorzaakt door de agents. En dat kwam door de Phantom ES driver die af en toe wat procesjes achterliet. Als je normaal gesproken Phantom ES gebruikt, dan gebruik je dat voor je UI-testen. Je test eens een keer een website. Nou, dat hou je misschien een half uurtje vol. En dan is je beeld wel afgelopen, dan wordt alles wel afgesloten. Niks aan de hand. Maar op het moment dat je echt dag in, dag uit iedere minuut aan het testen bent of je applicatie op een running is, dan is die tooling niet voorgeschreven en dan gaat het fout. En dat liet dus die zombieprocessen achter die je niet kon afsluiten. En het vervelende was ook dat hiermee pijnlijk duidelijk werd dat Docker super is voor je deployment en het contained je data waar alles bij kan en je toegang met internetverkeer en zo wordt mooi gereguleerd. Ja. Maar op het moment dat je zombieprocessen krijgt, dan had Docker niet meer. Nee, je hebt eigenlijk gewoon, je kan met top of iets dergelijks, kan je al je processen opvragen. En je ziet dus ook gewoon, omdat het in dezelfde kernel loopt, zie je al die processen ook gewoon staan op je Docker hostmachine. Dus niet binnen je, het is echt op die, het draait echt op die machine. Ja. Dat klopt. Dus de enige manier om daar vanaf te komen was de machine herstarten. En dat ga je ook niet automatiseren of zo. Van laten we iedere dag de machine opnieuw opstarten. Nee. Dus, het was heel jammer. Hesmon was helemaal in het begin, heb ik er heel even kort over verteld. Dat is onze vorige monitoring oplossing. Die deed al wat dingen goed, maar die hing aan de achterkant hing die vast een status page. Status page was dat product waarvan ik vertelde dat dat duurder wordt naarmate je meer klanten aansluit. Dus dat de kosten flink omhoog gaan. En dus we waren eigenlijk in de luxe positie dat we ook nog de oude manier van monitoring hadden. Die is wat minder schaalbaar. Dus die heeft niet die luxe van dat je hele kleine agents per omgeving hebt en dat je die mooi los van elkaar kunt bijprekken. Die werkt op een configuratiesysteem waarbij je eigenlijk één monolithisch monitoring ding hebt. En dat is het nadeel daarvan. Maar het voordeel ervan is dat hij geen zombieprocessen creëert en dat het in ieder geval wel bewezen heeft dat het lekker werkt. Ja. En het kan best zijn dat we in de toekomst weer effort gaan steken in de agents om die zombieprocessen toch te tackelen. Het kan ook zijn dat er dan nieuwe technologie beschikbaar is, waardoor we dan toch weer... En die zijn dan ook weer eenvoudig in te prikken op die servicebus. Ja. Dus ja, dat... Ja. En als aanvulling, Hesmon 1 is ooit hackathon-dag geweest bij het PDC. Dus in één dag tijd de hele monitor van de buitenwereld. Vanuit... En dat werkt eigenlijk ook een beetje met agents, alleen dat ze vanuit één centrale plek geconfigureerd worden en worden aangesloten. Dat is eigenlijk het verschil van de agents die je hebt. Voor de rest stuurden ze de bericht op naar mijn servicebus, wat mooi aansluit op Voor de mensen thuis. Quintus heeft naar toelichting gegeven dat Hesmon 1 een
hackathon is geweest, die een tijdje terug heeft plaatsgevonden bij het PDC, waardoor we al kunnen monitoren. Als je er echt meer informatie over wilt hebben, het is Quintus van Hout. Ja. Hij weet alles van. Oké. Ja. Maar dan hadden we hier nog een leuke dia over ons containerized deployment. We zien hier een stukje uit de Docker Compose file, waarbij we dus eigenlijk de specifieke instellingen van in dit geval de Grafana Docker image, die we meegeven. We hebben een nieuwe versie in dit geval gemaakt van die Grafana Docker image. En we willen graag dat die doorgevoerd wordt naar bijvoorbeeld acceptatie of naar productie. Het enige wat we hoeven te doen is het versienummer op te hogen van 134 naar 135. En we krijgen automatisch alleen die container nieuw ingespoeld. Dat regelt Docker Compose heel handig voor ons. Ja, maar wat ook de kracht hiervan is dat merk je ook al bij het initiële inspoelen. Want dan heb je één configuratiebestand. Dat gebruik je om je diensten up en running te krijgen. Maar je gaat het pas echt waarderen op het moment dat je al een tijd in productie bent en van allerlei diensten tegelijkertijd aan het hosten bent. En op een gegeven moment wil weten van, oh ja, maar hoe zit het ook alweer op die omgeving? Wat is er ingesteld? Wat is er veranderd waardoor we nu ander gedrag zien? Dus we zitten ook in een omgeving waarin we beheer doen aan bestaande applicaties. Er wil wel eens wat omvallen, dat gebeurt overal. Dan is het niet zo fijn als dat je eigenlijk alles onder versiebeheer hebt zitten. Dus je ziet precies wat er gewijzigd is aan je software en op welk moment dat is gebeurd. Dus dan heb je op die manier je traceability. En je hebt ook niet meer dat dan reageert ons server een beetje raar en dan blijkt dat er een collega die net toevallig op vakantie is een aanpassing heeft gedaan aan die dienst en dat vergeten is met iedereen mee te delen. Dus op die manier hebben we echt wel de waarde van gezien om het gecentraliseerd te bewaren. Heel mooi. Nou, de reden waarom we eigenlijk dit nieuwe slide deck hebben gebruikt was niet omdat we zo overtuigd waren van de kleuren, maar vanwege de koffiemok die daadwerkelijk warmte laat opstijgen uit de mok. Daar zijn we bijzonder content mee. Ja, en we hebben nog wat laatste bonus dia's, als jullie daar... Nou, eerst nog even wat vragen. Jullie hebben eigenlijk al tussendoor vragen gesteld, maar zijn er nog prangende zaken over service radar die jullie willen weten? Nou, we hebben eigenlijk geleerd dat op het moment dat jij jouw softwareproduct opdeelt in hele kleine stukjes, dat je ze en overzichtelijk houdt. Dus als je een aanpassing moet doen, dan weet je ook waar je moet zijn. En je kunt het makkelijk los van elkaar testen en onderhouden. Maar we hebben ook gezien dat de agents, die in dit geval tegengevallen waren vanwege de zombieprocessen die we gezien hebben, dat je ook makkelijk dat deel kunt vervangen door iets anders. Dus op een moment zit het erin en letterlijk, volgens mij hebben we er een half uur aan besteed en toen hebben we weer de oude Hesman oplossing erin zitten. Dat is gewoon die componentisering van de applicatie. Klopt. Het enige wat we dan hebben is van die agents, van dat we daar heel veel van kunnen draaien. Want die dingen die zijn best wel intensief om te draaien, met name als je UI-testen steeds complexer worden, wordt er steeds meer gedaan en dan kun je heel makkelijk gaan schalen. Ja. Dus op dit moment hebben we vier klanten of iets in die richting, grote klanten binnen het PDC. Ja, als dat een keer 200 worden, dan schaalt zo'n applicatie heel lekker mee. Ja, en wat ook super was, we hadden op een bepaald moment echt dat de server te klein werd en dat we er eentje hebben bijgeplaatst. En het enige wat je dan doet is dat gedeelte van je Docker Compose file, dus die containers uitrolt. Ja. Je installeert op die nieuwe server alleen Docker en Docker Compose. En je hebt zo de containers voor die extra omgevingen draaien. Ja. En je haalt er bij die andere een aantal weg. Ik geloof dat er nou ook iets nieuws is waardoor de schaalbaarheid ook nog automatisch geregeld wordt bij het PDC. Maar daar ben ik al niet meer bij geweest. Iets met
Ik weet niet of je op Docker Swarm... Docker Swarm, ja. Docker Swarm zit in ons achterhoofd van dat we dat een mooie technologie vinden om schaalbaarheidsissues mee op te lossen. Wat je eigenlijk met Swarm doet is... je doet eigenlijk alsof een hele set aan computers één fysieke computer is. Dus je praat er vanuit Docker tegenaan alsof je één machine hebt. En Docker Swarm bepaalt voor jou... op welke fysieke machines die containers komen te staan. En die onderhoudt zelf een virtueel Docker-netwerk, waardoor die containers, bijvoorbeeld de Influx en Grafana, die elkaar nodig hebben, dat die elkaar toch makkelijk kunnen vinden. En dat is een heel krachtige manier. En het laatste wat ik daarvan gehoord heb, is dat die eigenlijk Swarm en Compose van mij samengevoegd worden met Docker zelf, waardoor het eigenlijk één integraal productlijn wordt. Dat is in ieder geval, ik heb het even langs horen komen. Interessant. Zijn er nog meer vragen? Dan hebben we nog een ander leuk nieuwtje bij het PDC. Ja, dat is wel heel leuk. Wij hebben sinds kort bij een hackathon hebben wij lampen gekregen. Nou, gewoon lampen hadden we natuurlijk al. Maar we hebben nu lampen die van kleur kunnen veranderen. En die lampen die veranderen van kleur afhankelijk van de toestand van onze dienstverlening. Onze dienstverlening die kan groen zijn, zoals we hier zien. Hij kan ook geel zijn, of oranje, of rood. Hier zien we ook nog wat kleuren. Het is een beetje vaal. Onderste is rood, hier hebben we een oranje en hier hebben we een groene. Uiteraard voor de demo, bij ons gaat nooit iets fout. Als wij naar de volgende slide gaan, dan zien we eigenlijk de verschillende diensten die wij monitoren vanuit het PDC. We zien een TFS, dus onze builds die we in .NET draaien. We zien Jenkins, vooral onze Java-builds en gerelateerde builds. Verder hebben we nog Incident Monitor. Incident Monitor is een tool die we gebruiken om onze requests en incidenten die vanuit onze klanten komen te beheren. En we hebben serviceradar.io. Nou, componentenplaat hebben we eigenlijk in het begin ook al gezien. Toen hadden ze nog een andere kleur. Want waar ik nu op wil focussen, is het stukje van mission control. We hebben voor deze hackathon hebben wij uit de InfluxDB hebben wij data gehaald met mission control. Mission control is eigenlijk de dienst die de data uit Influx haalt, dus de events die opgetreden zijn, de actuele status van onze dienstverlening, weer overzet naar onze lampen. Dus afhankelijk van of onze diensten allemaal up and running zijn of niet, krijgt die lamp een andere kleur. En op het moment dat alles op een running is, is het groen. Is niet alles op een running, dan wordt hij al snel geel of zelfs rood. Wat hier heel erg interessant aan is, is dat de tijd niet stil heeft gestaan. En dat inmiddels .NET Core gereleased is. En .NET Core heeft als mooie eigenschap dat je het in Linux kunt draaien. En omdat je het in Linux kunt draaien, kun je het nu al in Docker kwijt. En draait Mission Control samen met alle andere diensten die we in Docker draaien op één machine. En hebben we dus eigenlijk verschillende talen gewoon in één Docker host gedeployed. Met uiteraard ook alles in één configuratiefile met één compose. Ja. Wat dus cool is, is dat je, we hebben net verteld over die Grafana die je dus intern linkt aan InfluxDB. Dat doe je dus met die mission control eigenlijk op dezelfde manier. Die kun je dus ook intern linken. Dus dat, ja, dat is eigenlijk net zo veilig. Nou, ik gaf net al een beetje aan van .NET Core plus Docker is win. Nou, we vinden gewoon echt super van dat wij van verschillende talen kunnen werken. En dat we toch een deployment krijgen die lekker eenvoudig is en lekker schaalbaar. Ja. Binnenkort krijgen we Docker voor Windows. Dan kunnen we .NET weer gewoon in Windows draaien. Kunnen we nog steeds ook gewoon in Linux draaien. Ja, maar in een container. Ja, dus dat is een mooie... mooie technologie die er nog aan zit te komen, waar we ook mee aan de slag gaan. Dat was een paar slides. We gingen er maar even vanuit dat we qua tijd goed zaten. Oh.
vlot gegaan. Ja. Hebben jullie een vraag over onze statuslampen? Ja, dat mag. Onze beelden zijn allemaal een goede kleur. Ja, dankjewel voor de komst.